Dit is een kinderbrillenwinkel gecombineerd met een orthopsiepraktijk. We doen ook contactlenzen en ook de myopie management. Het unieke aan Kids Eyes is eigenlijk de enorme aanbod aan kinderbrillen van 0 tot en met 19. En ook de combinatie van de orthopsie en contactlenzen. Om een voorbeeld te noemen, we mogen druppelen, wat natuurlijk essentieel is voor een goede oogmeting. Het is essentieel voor de myopie oogmetingen en ook de myopie management. Maar ook gewoon het meten van de kinderogen op een objectieve manier. Omdat die natuurlijk nog veel te klein zijn om zelf iets te kunnen aangeven. Wat je eigenlijk wil doen is de aslengte kort houden, zodat het netvlies minder belast wordt en je dus ook op latere leeftijd minder kans hebt op aandoeningen. Ik ben moeder van 3 dochters, waarvan Lotte de jongste is. Ze was 3,5 en toen moest ze voor controle en toen bleek dat ze een plus had en ja, cilinder. Dus daarom is ze gestart eigenlijk met een klein brilletje. Ik heb zelf zeg maar ook wel al vanaf mijn 12e denk ik een bril en lenzen. Vanaf mijn 16e en mijn man ook. Dus het was wel in zover ook in de familie bekend, maar nooit zo jong. De bril die draagt ze eigenlijk alleen maar op school en op een gegeven moment ook wel voor televisie, maar als ze gaat spelen doet ze hem altijd af. Dus wat het lastige was, is dat we regelmatig ook de bril wel eens kwijt waren. De aslengte is eigenlijk heel belangrijk om in de gaten te houden. Dus dat is eigenlijk bepalend van wanneer ga je aan de slag met myopie management. En daar hebben we ook een speciaal apparaat voor waar we dat heel precies mee kunnen meten. En ook de groei van het oog en dus die aslengte mee kunnen vastleggen. En als het dus te snel groeit, ja, dan gaan we dus een interventie doen. Okay. Ja, mag je met je kind daarin en je voorste tegenaan? Wat ik voornamelijk doe, is dat ik aanmetingen doe bij kinderen voor lenzen. Ik doe ook instructies, ik controleer de lenzen en ik help ze eigenlijk verder op weg met de lenzen. Onze oudste dochter die heeft ook van die speciale therapie lenzen. En die heeft ze eigenlijk al 4 jaar. En we merkten dat zij eigenlijk niet meer achteruit is gegaan in deze afgelopen 4 jaar. Dus ik had zoiets van, omdat Lotte nog zo jong is, dacht ik, dan gaan we daar ook voor deze speciale therapie lenzen. Om te voorkomen dat ze nog slechter ogen zou krijgen. De verschillende interventies waar je als ouder aan kan denken zijn contactlenzen. Speciale contactlenzen uiteraard, speciale brillenglazen en atropine druppels. Wij doen hier alleen de diverse contactlenzen en brillenglazen. En ja, hebben kort contact met het ziekenhuis hier vlakbij. En zij doen dan de atropine. En soms combineren we dus verschillende interventies als één interventie niet voldoende is. Als kinderen een bril dragen, kan het gewoon zijn dat het hindert. Zeker als ze sporten met hockey of met voetbal. Dan kan een bril gewoon heel erg hinderlijk in de weg zitten. En dan hebben we dus de lenzen die voor myopiecontrole gebruikt worden. Maar we kunnen ook met andere lenzen de kinderen helpen dan. Soms worden lenzen maar 1 of 2 keer in de week gedragen. Net naar behoefte. De lens is heel comfortabel in dragen en goed hanteerbaar. Het type klanten die we hier hebben zijn eigenlijk alles. Vanaf baby tot, we zeggen altijd 19 jaar. Ook de kleinvolwassenen. En voor de contactlenzen hebben we de tieners. En voor de orthopsie hebben we ze ook al vanaf 0 eigenlijk. In het begin vond ik het wennen, maar ik vond het eigenlijk al wel snel makkelijk. Volgens eigenlijk nooit. Ik probeerde een keer mijn lens aan te doen, alleen blijkbaar had ik die lens al uitgedaan, maar die andere niet. Maar ik dacht dat ik die andere al uit had gedaan. Het enige dat ik dacht dat ze te jong zou zijn, maar dat, eigenlijk gaat het heel goed. Dus, en nu ziet ze, tenminste met hockey ziet ze de bal, dus dat is heel fijn. Ouders en kinderen, mochten jullie twijfelen over het zicht of zit er in de familie veel mensen met brillen? Schroom dan niet en maak bij ons een afspraak om je ogen te laten checken.